Ja, we hebben veel op ons bordje gehad. Ah, daar gaat oma Petra! En nu kom ik dus op de slaapkamer en ik heb net de raam al opengezet, want... Maar dit is echt te ranzig voor woorden gewoon. Dus dat ik heb er gewoon een beetje lekker kaneel overheen gedaan. Je bent er bijna. Maar morgen ga ik op zeker weer bellen, want dit is echt gewoon niet te doen. Oh ja, dat is een klein mondje. Perfectie. Wat een lijn. Papa is dan. Maar met deze mooie voortuin gaan wij afsluiten. Laat Dank even weten hoe je hem vindt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tanties. Welkom bij een nieuwe video. Wij zitten lekker in de auto. Ja, even breekje breken hoor. Even breekje breken, want Sergio die is zo keihard bezig geweest met de voortuin. Ja. En hij ging eigenlijk lekker, maar halverwege zag hij dat het toch niet helemaal goed ging. Ja, was en... ook maar halverwege, maar... Ja, het was nog niet halverwege, maar goed. De sluitbanden liepen niet helemaal waterpas, dus die moesten er weer uit. Toen was er... Papa neemt de brand door de zon. Ja, het was papa verbrand door de zon. Het was inderdaad aardig beentjes zweten. Het is super heet vandaag. Ja, er is ook geen wolkje aan de lucht. Nee. En af en toe een briesje. Maar ja, dat is nog steeds vrij sauna. Ja. Ja, de sluitbanden die lagen dus toch niet helemaal goed. En daar kwam die eigenlijk achter, dat kan dan een millimeter zijn of een centimeter, wat je normaal niet zal zien. Maar ja, als dat zich doorwerkt, dan wordt dat steeds meer en meer natuurlijk. Dus sluitbanden weer uitgegraven, opnieuw gelegd en de grote stenen een beetje opgeschoven. Maar het ziet er al super goed uit. Ja, het gaat nu wel lekker inderdaad. Ja. Alleen zelfs de stenen en het zand waren te heet om vast te pakken. Dus, ja. En mijn handen zijn helemaal kapot. Nou, die handen zien er echt niet uit. En Sergio die wil dus niet werken met handschoenen, want dat werkt dan niet lekker blijkbaar. Minder feeling met je werk. Hè? Andere hand? Nee, deze valt wel mee. Oh, welke zag? Oh, was dat die ik net zag? Ja. Jeetje. Ja, dat is niet... Die andere was het. Die andere. Ja, was het die andere? Ja. Nou, dus even breekje-breek. Omdat je nog niet genoeg zon hebt gehad, gaan we even naar het strand. Even breekje-breek. Even bakken in de zon. Ontspannen, terrasje. Kopje koffie. Water. Misschien even wat eten, want het is ook al bijna etenstijd. Ja. En dan gaan we morgen lekker romantisch uit eten. Bij Dexels. Met een X. Deksels, ik ken het niet. Ik ga het ook niet opzoeken, want het is een... Verrassing. Een soort van verrassing. Ik ken het ook niet, was op aanraden van Melle. Oké. Okay. Nou, we hebben er heel veel zin in ieder geval. En hopelijk kunnen we binnenkort ook een dagje vinden als ik klaar ben met mijn chemotabletten. Voor de spa. Voor de reset spa. Ja. Ja, want de reset hebben wij wel nodig. Hè? Ja. En de afgelopen twee weekjes een beetje emo. Ja, jij ook al? Ja. Lekker met z'n tweeën. Ja, maar ook met en door jou natuurlijk. Ja, dat ik een beetje downy was. Ja. En dan speelt het ook door naar mij en ik vind het ook moeilijk om jou zo te zien. Weet ik dat ik heel veel gewerkt heb en heel veel late diensten en al weinig thuis ben geweest s'avonds. Dus dan heb je en jezelf en dat Jessie natuurlijk entertainment worden en gewoon twee handen vol is. En dan ook de gastenouder op vakantie. En dan zijn we natuurlijk met het huis bezig en een aantal projecten door elkaar die je dan niet afkrijgt. Dan hebben we wel een offerte gevraagd bij die timmerman, maar die reageert niet.
Ja, en je denkt, wat wil je als eerste af hebben? En, ja, alles bij elkaar, zeg maar, is gewoon een beetje veel. Zowel lichamelijk als geestelijk. Als ja, we hebben veel op ons bordje gehad afgelopen jaar. En we zijn in die trein gestapt en niet meer... Niet meer gestopt. Niet meer uitgestapt, zeg maar. En... En het huis is natuurlijk ook gewoon een leuke afleiding. Ja, het is verder ook gewoon fijn. Maar ja, het is ook gewoon super druk. En daardoor heb je soms ook even niet... Geen tijd om even alleen te zijn met je eigen gedachten. Om even te ontspannen. En ja, en dan soms dan loop je eigenlijk een beetje over. En ik had daar inderdaad ook de laatste 2 weken... Zat ik wat minder lekker in mijn vel. En ja, ik hoop eigenlijk dat het toch ook te maken heeft met die chemotabletten. En dat als ik daar dadelijk mee stop, dat ik me toch ook weer wat beter voel. Want ja, ik weet soms gewoon niet meer waar dingen van zijn. Van de chemotabletten, van de antihormoontherapie. Weet je, dus er gaat telkens een stukje van af. En dan, nou ja, dan, die antihormoontherapie zou ik toch mee moeten leren leven. Maar dan kan je gewoon even kijken... Wat blijft er nu nog over aan klachten? Ja. Dus, en, ja. Ik vraag me ook af of jullie dat ook zo hebben, dat als je dan ergens bent en je ruikt ineens iets, dat herinneringen omhoog komen naar vakantie bijvoorbeeld. Of vroeger, of dat soort dingen. Ik heb nou elke keer als ik naar mijn werk fiets, dan ik zo lekker door het duinpad en dan zie ik allemaal konijntjes wegspringen. En dat, volgens mij heb ik het al een keer eerlijk gezegd, maar dan... Kom ik langs die haven ook en dan ruik ik gewoon die motoren van die boten en dat vers gevangen vis op de meeuwen na, want die zijn echt strontvervelend. Maar de rest doet mij zo'n heimwee naar Italië krijgen, dat is echt ongekend. Ja, het is... Misschien volgend jaar, maar ik bedoel... We moeten gewoon even kijken of we ergens ook de tijd hebben om lekker weg te gaan. Maar het is een beetje lastig allemaal. Ja. Gelukkig hebben we hier nu ook goed weer, dus dat scheelt. Absoluut. Hallo, het is super heet. Ah, daar gaat oma Petra! Doet ze even hoor. Hoe jong ben je ook alweer? 73. Zo, zie je? Nooit te oud voor dit. Dit blijft zo leuk. Oh, we hebben een leuke vlieger gekregen. Ja. Maar er staat eerst te weinig wind. Ik heb me kapot gerend. Opa Gino is nog bezig. Oh, ik zie alleen Jessie niet meer. Zie je? Oh, daar. Hij staat bij de kindje. Ja, dat is wel interessant natuurlijk, zo'n autootje. Ja, prachtig. Oh. Het is wel jammer dat er niet hier even kraampjes staan of zo. Ja, oh, beetje water, dorst. Zo'n fonteintje. Nou, dat bedoel ik dus. Ja. Het is wel dichtbij, maar het is niet zo dichtbij dat je zegt, ik loop even om wat erin te drinken. Maar oase van rust, hè. Midden in de stad dan om dit rust. Ja. Fantastisch. Die ruimte is echt fantastisch. Heerlijk. Even bijkomen. Ja. Verderop. Helpen. Ja, hij kan het al. Nee, hij kan het al. Ja, doet hij even. En nu, loslaten. Ja, loslaten. 2, lachen. 1, 2. Goed vasthouden, hè? Woehoe! Goed vasthouden, hè? Woehoe! Oh, niet er zo afspringen, hè? Moet opa Gino ook nog even? Ja. Ja. Opa Gina moet ook. Oma Petra is ook geweest. Eens kijken hoe soepel die heupen nog zijn. Ah, die zijn nog goed. Zie je wel? 2. Geef op een duw. Ja, goed zo. Ja, dat is waar. Ja, om hem terug te trekken is het makkelijker als iemand erop zit. Dat klopt. Nou,
Nou, ging het goed hoor. Goed hoor. Was goed? Ja. Oké, okay, laat los. Ja. Nu wel onafhankelijk. Ja, helemaal goed. Echt. Woe! Blijf zitten. Goed hoor, jongen. Yeah! Goed zo! Maar als er iemand erop zit, dan is het veel makkelijker. Boop! Dan is het veel makkelijker. Makkelijker, ja, dat klopt zo. Spring jij even van de bovenste tree? Ja. Nou, Jessie Silver is even bij opa en oma. Sergio die is echt al op de helft. Over de helft zelfs. Over de helft. Van de voortuintegels. Maar we komen wat sluitbandjes tekort. Want eigenlijk moeten ze ook aan de andere kant van de voortuin de sluitband. Dus die gaan we even halen. Hopelijk kunnen we die vinden. Ja, vast wel. En ja, we willen de randjes vullen met witte kiezelstenen. En veegzand. Van die ronde en veegzand. Ja. We gaan even kijken of we slagen. Nou, het is gelukt met de sluitbanden. Het voegsel. En de stenen. Nou, dat moet niet gekker worden. Echt, hè? We zijn gewoon een keer geslaagd. Nou, we zijn nu lekker onderweg naar de Dennenweg. Want wij gaan het eten. We gaan het er weer eventjes van nemen met z'n tweeën. Zo is het. En aangezien Jessie Silver toch morgen al bij mijn moeder zou zijn, konden we hem bij mijn moeder achterlaten en dan kon hij daar lekker slapen. En we waren 5 minuten onderweg en toen lag hij al te slapen in de auto. Dat was kapot. Echt, hè? Maar hij heeft een leuke dag gehad met opa Gino en oma Petra. Ja. Het vliegeren ging niet helemaal goed. Het vliegeren ging nog niet helemaal goed, maar dat komt omdat er vrijwel geen wind stond ook. En het is een kleine, dus ik denk dat hij beter in de lucht blijft als hij wat groter is. Ik denk dat je heel snel, hij gaat heel snel tollen, zeg maar. Ja, dat zei mijn vader al, maar ik kon er niet echt een voorstelling van maken. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik ben geen professioneel vlieger. Nee, ik wel, daarom. Ja, dus we kunnen er weer lekker uit. We hadden... Wat ga je eten? Ja, ik heb echt werkelijk geen idee. Behalve dat ik heel erg honger heb. Ik weet ook niet wat ze allemaal hebben. Ja. Dit was gerecommend. Ja, was aangeraden door Melle. Ja. Hey. En hij had het over fijn parkeren. En dat, ben ik heel benieuwd naar hier zo binnen de stad. Ja, het is vrij centrum. Dus, fijn parkeren met de motor misschien. Die nog steeds kapot langs de kant staat. Voor de zoveelste keer. Dat is echt niet fijn. Nee, dat is echt niet fijn. Dat is echt heel jammer. Ja, je moet hier bijna naar rechts leren. We gaan hier naar rechts. Maar ga ik hem dan gewoon... Ja, anders maak ik hem een rondje. Ja. Nou, we gaan even een plekje zoeken. Ja.
Het is de volgende ochtend. We zijn lekker aan het eten geweest gisteren. En nu was ik me dus aan het klaarmaken om naar mijn werk te gaan. En ze zijn al een paar dagen bezig met de warmtepomp om die aan de praat te krijgen. Ja, dan weet ik niet of het de warmtepomp is of gewoon het systeem voor de vloerverwarming. Want het is namelijk bijzonder warm in huis. En nu kom ik dus op de slaapkamer en ik heb net de ramen opengezet, want ik walgde echt. Maar er zitten echt gewoon tientallen vliegen op de slaapkamer. En gewoon te ranzig voor woorden. En nou is alles zo goed als potje dicht. Dan heb ik vannacht nog wel heel even open gehad. Maar dan kan je er niet zomaar ineens zo mega veel vliegen door in je huis hebben. En hier dus ook. Eens kijken. Hier gaat verdammen. Er zitten er gewoon, weet ik voor hoeveel, op de pruik. Daarboven. Ah, dit is echt te ranzig voor woorden. En de vraag is, wat moet ik ermee? Moet ik... Oh, dat geluid alleen al. Gadverdamme. Ja, ik ga de rest maar proberen te killen. En ik hoop dat het dus komt omdat de ramen open heeft gestaan en niet omdat er iets ligt te vergaan ergens. Het houdt je wel bezig, een nieuw huis. Goedenavond. Nou, Sergio die had me gewaarschuwd. Maar dit is echt te ranzig voor woorden gewoon. Ik heb ze even geteld. Maar er zitten gewoon een stuk of 40 dode vliegen nu inmiddels bij ons in de slaapkamer. Ik word helemaal gek. Oh mijn god, kijk dit achter ons. What the fuck is going on? Wat de hel is hier aan de hand gewoon? We hebben al het huis doorgekeken of er iets ligt, weet je wel. Of de honden misschien ergens een keer een dump hebben gedaan. Dat we niet kunnen vinden of ruiken, maar... Ja, ik weet het echt niet, maar dit is gewoon echt niet... Oké. En ik weet ook niet of Sergio het al heeft gezegd, maar onze waterpomp is dus kapot. Dus het is hier ook nog eens 26 graden gewoon in huis. 25 beneden, 26 boven. Dus daar moet ook iemand voor komen van dat apparaat dus zelf. Ik vind... Oh, ik word hier zo helemaal niet goed van. 26,5 zelfs. Dat is niet oké. Nou, ik ben vandaag weer naar mijn werk geweest. Daarna heb ik Jesse Silver opgehaald bij mijn moeder. Zijn we even gezellig naar de speeltuin geweest. Hij lekker... In de zandbak en in het water. Waterspeeltuin was hartstikke leuk. En was op de bank in slaap gevallen. Maar goed, hij is nu weer lekker thuis. Ik heb nog echt even een heel veel keer mijn haar met shampoo gedaan. Want ik vond het nog iets te geel. Je kan het ook een beetje zien. En ik wil eigenlijk dat alles een beetje net zo blond is als dit hiervoor. Bijna wit dus. Want het lijkt me best wel tof als ik uiteindelijk, als het een beetje doorgroeit, een beetje voor de Marilyn Monroe koep kan gaan. Denken jullie, gaat dat mij lukken? Ik hoop het wel. Ja, en nu zie je dus heel veel paarse stukjes erin, want ik ben als een gek aan de weer geweest met die zilver shampoo. Maar goed. Dat terzijde. Ik ga naar die vieze goren vliegen even opzuigen en Jesse Silver naar bed brengen. En dan ga ik eens even door het huis spitten of ik kan zien waar het vandaan komt. En tussen het lijnen en het gezond doen door, wil je ook wel eens een keer wat lekkers. Dan heb ik bij de Lidl churros gevonden. En ik heb die nog nooit kant-en-klaar gekocht. Ik heb die ook nog nooit gemaakt, maar dat gaan we misschien wel eens een keer doen. En ik ben benieuwd... Deze Spanish style dough pastry churros uit de vriezer
doen op mijn bord. Met een lekker beetje suiker, kaneel. En hoe heet het witte spul ook alweer? Gecondenseerde melk. En naar bakken komt natuurlijk proeven. Dus even kijken of dit een beetje een waardige cheat is. En? Nou, dat is niet normaal. Niet normaal ook gewoon. Nee, dat is echt niet normaal. Dus ik heb er gewoon een beetje kaneel overheen gedaan. Poedersuiker. Ja, en dan dus... Gecondenseerde melk is ook zo. Een lekker gecondenseerde melkje erbij. Oh, ja. Dat is echt niet normaal. Huh? Jongens? Er komt dat warme en dat crunchy. Ja. Dat is gewoon niet normaal. Gewoon bij de Lidl. Ja, gewoon de zin de melk niet. Nee. En die kun je zelf maken. Ja, maar hij heeft lekker crunchy inderdaad. Ja. Dit is wel echt Saturday cheat level kind of stuff. Oké. Ik ga verder genieten. Doei. Doei. Goedemorgen. Nou, gisteravond ben ik dus met onze witte kiezelstenen, heet het volgens mij, aan de slag gegaan. Ik denk, ik wil ook even wat doen. Dus ik ben de gaatjes hier zo voor gaan vullen. Terwijl Jesse zilver lekker op de wc aan het zingen is. De gaatjes gaan vullen hier zo voor de deur en alvast bij wat plantjes. Zodat jullie even laten zien. Het ziet er zo gezellig en fris uit. Tada. En daar ook. Kijk. Hoe gezellig ziet dat eruit. Hi Poepie, ook weer goed bezig. Je bent er bijna. 21 tegels. Kijk. Die hebben we ze zo gelegd. Echt. Je bent er bijna. En dan komt onze ronde picknicktafel als het goed is. Over 2 weken ongeveer, of 9 dagen, zoiets. Helaas moet je Sergio dadelijk weer werken. Ja. Maar ja, je moet wat, hè? Ja, ik kon er niks aan doen. Ik heb geprobeerd nog te ruilen, maar... Ach ja. Maar niet echt een gewilde dag, denk ik, zaterdagavond. Nee. Goedemiddag. Het is nog steeds bloedheet, dus ik dacht, wat kan ik nou met die jongen gaan doen? Is er nog iets van een buitenzwembad? En ja hoor, in de Hoek van Holland. Echt superleuk. Heel netjes. Betaalbaar. Dat is echt een aanrader. En ik heb mijn moeder meegenomen. En die gaat nu met hem van de glijbaan. Dus dat ga ik natuurlijk even filmen, dat snap je wel. Daar is hoe. Zo. Wachten. Zo, wij zijn thuis van een voldaan dagje. En Sergio inmiddels ook. En die is al zo ver met de voortuin. Zo valt het echt weer op hoeveel ruimte we hebben. Gewoon met de voortuin. Ook echt super blij mee. Dat die dan ook gewoon al af is. Dat we in ieder geval van een deel van de tuin gebruik kunnen maken. Want achter is nog 1 grote zandbak en niks is dicht. Pak de barbecue maar vast uit, hoor. Ja. Over een paar dagen komt de picknicktafel. En die gaan we dan, als het goed is, hier in het hoekje doen waarschijnlijk. Een ronde. Kunnen we ook lekker zitten. Echt veel zin in. Goed bezig, schatje. Dankjewel. Zo. Waar gaat de trip naartoe? Doei! Wie zit er nou weer op de
Dat doe jij alleen maar, hè, Jessie? Nou, de voortuin is nog net niet af, op 3 tegeltjes na, want we hebben heel spontaan de buren uitgenodigd om lekker mee te eten. Dus we hebben, aangezien heel de achtertuin nog open is, het lijkt me een camping. Echt super gezellig. We hebben de tafels naar elkaar geschoven. Sergio die heeft lekker pasta gemaakt voor iedereen. En nou, dan hebben we met een aantal van onze buren die konden en zin hadden, hebben we lekker gezellig samen gegeten. Alle kindjes lekker samen spelen. Dus echt super leuk. Hij moet nog 3 tegeltjes. Ik heb Jessie Silver in bad gedaan. Of onder de douche. Want echt, die zag me eruit. En nu zijn ze lekker een vuurtje aan het stoken in de achtertuin. Om al die pellets op te maken. Dus het wordt gezellig. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Nou, dat was echt super gezellig. Nu moeten we alleen weer in ons bloedhete kamer. Want onze waterpomp is nog steeds niet gefixt. En dat betekent ook nog eens dat het dus super warm is hier. En het is jaloersmakend hoe lekker koel het is bij de buren. En als oplossing hebben we dus de Dyson maar hier neergezet. Maar ik heb voor nu ook heel eventjes, lekker charmant, mijn chemo koel sokken aangedaan. Want het is echt niet normaal. En dadelijk dan dadelijk haal ik de cool dingetjes eruit. En dan doe ik ze een beetje zo hier zo en op mijn nek. Maar morgen ga ik op zeker weer bellen. Want dit is echt gewoon niet te doen. Ik ga ook eens eventjes kijken. Misschien hebben jullie daar tips in. Of ik ze aansprakelijk kan stellen. Eigenlijk de extra kosten die we nu moeten maken om het hier cool te houden. Zoals van heel veel elektriciteit gebruiken voor die Dyson. Die niet eens koelt, maar gewoon een beetje een windje geeft. Dat ze die kunnen gaan vergoeden, want dit gaat de spuigaten uitlopen. En het is een systeem van hun wat gewoon moet werken. Het is nieuw, hallo. En dan ook nog eens niet terugbellen voor een afspraak. Want onze reparateur die zou het hebben doorgezet. Toen heb ik zelf nog gebeld van joh, jullie zouden vandaag bellen. Maar ik heb geen afspraak gekregen. Dus ik ga morgen even zelf bellen. Want hier word ik niet echt heel vrolijk van, zoals jullie kunnen voorstellen. Maar weer genoeg geklaagd. Slaap lekker. Oké, Jessie staat erop. Jessie, we gaan de allerlaatste steen pakken. Even kijken, hij gaat er... Dat maakt eigenlijk wat. Ja. Ook even een shot van wat er allemaal ligt. Oh. Wat wel vervelend is, bij alle andere tegels kon ik de tegel nog een beetje verschuiven om het zand rechter te leggen. Ja. Als hij nou... Wat doe je? Oh. Opzij. Opzij, dan kan ik je knuffelen. Dus... Papa is van alle markten thuis. Wat is het, Jessie? Ik was met de met mens. Met die stok. Laten eens kijken, waar heb je pijn dan? Hier. Oh ja. Ja, dat is een klein wondje. Papa heeft magische krachten. Hotsakee. Gaat het weer? Ja. Nou, papa mag mij volgende keer ook een kus geven als ik pijn heb. Als een puzzelstukje. Yeah. Dat ziet er redelijk veelbelovend uit. Als hij nou in één keer past. Dan wordt het een heel kort filmpje. Dat moeten we ook niet hebben. Jessie, kijk eens wat papa aan het doen is.
Voor mij is het bijna klaar. Wow. Denk je dat het allemaal goed gaat? Ja, dat denk ik wel. Maar zit hij wel recht, hè, papa? Ik denk het niet. Jesse, waar is de hamer? Oeh, papa heeft hulp nodig. Help mij. Hier. Yeah. Waar is de hamer? Met de doktersassistent. Kijk eens, dankjewel. De familie met z'n allen nu. Dankjewel. Ik moet dus ook niet te hard slaan. Ik heb er dus gewoon al eentje een keer echt... De midden gepompt. Ja, in vieren. In vieren? Ja, die ligt daar. Die brak echt helemaal... Oermenskrachten. Het mag wel gezegd worden dat... De voortuin, als je kijkt naar de buurtjes, er toch wel netjes uitziet. Welke buren? Ja, die Coralisa. Ja, joh, ja, die namen die dacht ik, die hou ik nog even bij de beschouwing, want die, niet iedereen hoeft te weten hoe slecht wij zijn in klussen. Jesse, wie ben jij? De Zilver. En wie is dat? Papa. En dit? Cor. En heb jij cavia's gevonden? Wij hebben geen cavia's. Heb jij cavia's? Nee. Wat wel dan? Die zit buiten hokje. Buithokje. Maar jij hebt toch ook een cavia? Wat? Jij hebt toch een cavia gekregen? Gisteren? Ja. Hoe heet die? Cavia. Cavia, de cavia, hè? Ja. Is die lief? Was die gisteren lief toen je ging slapen? Ja. Oh, een knuffeltje. Perfectie. Wat een lijn. Ja, dat wel. Er is één echt hele afwijkende steen. En dat is deze. Dus als er iemand is die toekijkt en stratenmaker is, die ene steen kan komen rechtleggen. Ja. Dan ben je welkom. Plus, dan mag je hiernaast ook nog even stenen neer komen leggen. Deze bloemen, die is een beetje zacht, maar... Papa is toch... Jesse en ik zijn even naar de Bauhaus. Alleen het regent een beetje, Des. Jesse, wat ben je aan het doen? Ja, we wachten maar eventjes tot het een beetje stopt met regenen. Dan gaan we de laatste kiezels halen voor de voortuin. En dan hoef alleen maar een hekje te plaatsen en dan is de voortuin klaar. Dan kunnen we verder met de oprit. Wij zijn lekker terug. En we hebben lekkere steentjes gehaald. We zijn een beetje nat geregend, maar dat viel reuze mee. Bij ons tenminste wel. Ja, ik dacht op een gegeven moment, natter dan dit kan het toch niet worden. Dus. En de plassen op de grond waren gewoon warm aan mijn voeten. Dus ja. Oké. Okay. Ik heb niet geklaagd. Nee. Ik zou gewoon zo op laten drogen. Ja, ja, toch? Ja. Gewoon niks aan doen meer. Maar zit hier niet nog dingen in? Ja, die, dat wel. Gelukkig geen camera. En een telefoon die tegen water kan als het goed dat is. Dat kan weer wel. Maar ik ben benieuwd. Even kijken als ik dit uitvind. Dat is ook niet echt heel goed, hè? Dat mag je natuurlijk. Ja, kan ik eraan doen. Vrij weinig. Beperken. Oh, nou. Oh, sorry. Een hele goede morgen. Nou, vroeg stonden alweer de behanger en de stoffeerder voor de deur om wat dingetjes mooier af te werken dan dat ze waren gedaan. Dus nou, de plinten die zijn nu mooier afgewerkt. De behanger die komt zo nog eventjes terug. En er was een klein stukje was net boven de plint uitgekomen, dus dat heeft hij alvast mooi gedaan. Die komt straks nog even terug vanwege de schimmel die door de warmtepomp is ontstaan. Sergio is aan het werk en hij heeft wel alvast weer extra witte kiezelstenen gehaald. Dus ik ga verder met de zijkanten een beetje afmaken, want dat maakt het toch gewoon meer af. Ik ben er echt heel blij mee. Sergio die heeft eigenlijk de voortuin nu helemaal gelegd. Er moet alleen nog voegzand tussen. En dan gaan we even goed rondkijken voor mooie hekjes aan de zijkant. Maar eerst maar eventjes mijn
emmer met water gevuld. Want daar zit toch wat, ik weet niet, een soort van kalk op die steentjes. En ik denk dat het beter is als we die gewoon eventjes afwassen. En dat niet dadelijk allemaal alles wit is. Nou, Poepie is ook thuis. Hi. En ik heb weer alle pebbles. Zitten alle zakken erin nu? Oh nee, daar liggen nog. Nee, nog twee. Ik heb dit stukje even open gelaten. Omdat ik dan een hele zak weer open moest maken. En we moesten even wachten met de zijkant, toch? Ja, want we moeten even een hekje kiezen nog. Ja. Maar ik ben echt super blij. Mooi geworden, hè? Ja. Nou, de volgende keer zien ze hopelijk dat er ook zand tussen zit. Ja. En een eethoek. Ja, de tafel is onderweg. Oh ja, dat is ook leuk, hè? Ik heb een beetje gaan aankleden. Ja, hij is... Ik heb mijn slippers vergeten. Slippers vergeten, dat is dan weer niet zo handig. Maar met deze mooie voortime gaan wij afsluiten. Laat even weten hoe je hem vindt. We zijn echt super benieuwd. Ja. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao, 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 ciao. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.